4.48 Psychosis is een voorstelling geregisseerd door Jan Steen. En ondertussen is dat 3 jaar geleden dat hij in première ging. Wordt dus nu nog altijd hernomen. De tekst is van Sarah Kane. Het is eigenlijk een poging om te verwoorden wat dat juist is, een psychose. En hoe dat is om daarmee te leven. Ze heeft zelf psychoses gehad, dus het is vanuit een heel persoonlijke eigen ervaring van haar geschreven. En dat voel je, vind ik, ook in de tekst. Do you despise all unhappy people, or is it me specifically? I don't despise you. It's not your fault. You're ill. De voorstelling bestaat uit 2 delen. Ik speel het eerste deel, dan is er pauze en dan brengt Benjamin Kools dezelfde tekst eigenlijk, maar het is een totaal andere voorstelling. En de voorstelling is eigenlijk ook ontstaan naar aanleiding van het doctoraat van Jan Steen. Jan Steen wilde eigenlijk onderzoeken in hoeverre een acteur bepalend is voor de voorstelling. En ja, het blijkt heel erg bepalend te zijn, want Benjamin en ik hebben apart gerepeteerd. En de uitkomst is blijkbaar helemaal anders. Ja, ik zeg blijkbaar omdat we elkaar niet zien spelen hebben nog. Dat we hebben daar bewust voor gekozen. I know nothing of you. No. But I like you. I like you. You're my last hope. Ja, wat ik ook wel belangrijk vind om te zeggen is dat we hebben geprobeerd om zo puur mogelijk alles te houden. Dus er is geen decor, geen theaterlicht, er zijn geen special effects, niks in de handen, niks in de mouwen, geen theatertrucjes. Waardoor dat echt wel heel puur is. En het is misschien een beetje een ode aan Sarah Kane ook, zonder dweeprug te doen, maar zij heeft een heel pure tekst ook geschreven. En weerspiegelt zich dus ook in de voorstelling. Ik probeer ook, ja, het is raar om te zeggen, maar ik probeer ook geen personage te spelen en geen theater te spelen. Dat doe ik per definitie natuurlijk wel. Maar dat is wel de insteek geweest om dat niet, ja, om gewoon te zijn eigenlijk. En de tekst mee te laten meevoeren met de tekst en dat zo op dat moment mee te geven, door te geven aan het publiek. I'm depressed. Depression is anger. It's what you did, who was there and who you're blaming. And who are you blaming? Myself.